Beste kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering van het programma Humtum. We zitten in aflevering 18 en u weet het, het is een productie van Arun Manna. Voor de camera zit Sushma Wieren en vandaag hebben we weer een gast. We zitten lekker ontspannen hier zo, wie hij is, dat zien jullie zo meteen. Nou, hij is een bekende TV-ster geweest. Hij belooft weer op de planken te komen, maar dat gaat hij vertellen wanneer hij dat precies doet. Hij is trots op Roti. En hij zegt hij is trots op Rotiland. Dus als ik dat zeg, dan weten jullie al wie het is. Het is Narsingh Balwantsing, de man die het liedje heeft gemaakt, Morjan Sardin. Nou, allemaal over Morjan, trots op Rotiland, dat gaan we allemaal horen van Narsingh. Morjan, 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 je bent een Hindustani. Ook al spreek je geen Sarnami, ja je blijft een Hindustani. Morjan, 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 je bent een Hindustani. Ook al spreek je geen Sarnami, ja je blijft een Hindustani. Narsingh, welkom in onze uitzending. Ja, dankjewel. Oké, je bent momenteel in Suriname en we gaan dus een lekker babbeltje met jou houden. Het is het programma Humtum. En we dachten waarom niet de heer die trots is op Rotiland ook in het programma te brengen. Ja, oké, laten we bij het begin beginnen. Narsingh, wie zijn je ouders? Mijn ouders, ja. Mijn ouders, mijn vader is Raj, Raj Balwantsing. En mijn moeder is Deo Raji, een bisesser, getrouwd Balwantsing. Mm-hmm. Oké, en oorspronkelijk zijn ze van Suriname? Ja, ze zijn geboren in Nikeri. Mm-hmm. Ik heb twee Nikeriaanse ouders. En ze zijn onderwijzers. Beide? Ja. Beide in 1974 naar Nederland gegaan om les te geven. Een beetje in de rumoerige tijd voor de onafhankelijkheid. Mm-hmm. En in 75 ben ik geboren in Nederland. Oké, in Nederland. Geboren ja, in Nederland precies. En je hart ligt in Suriname. Ja, als je één keer hier bent gekomen, dan raak je je hart wel kwijt aan Suriname. En ik ben niet één keer geweest. Ik ben sinds dat ik klein ben, of vanaf mijn vijfde jaar of zo, komen we echt regelmatig naar Suriname. Totdat mijn opa en oma overleden. Je opa en oma moet ik ja, begrijpen. Ja, Aji en Aja overleden. Toen was ik, laten we zeggen, een jaar of 14. Toen gingen ze een beetje achter elkaar dood. En toen kwamen we bijna elk jaar. Dus tot die leeftijd ben ik bijna elk jaar in Suriname geweest. Oké, dat zijn je ouders. Heb je nog broers en zussen? Ik heb een broertje. Oh, jullie zijn met z'n tweeën? Ja, we zijn met z'n tweeën. Oké, en verder, wat doe jij nog meer in je dagelijks leven? Ik ben werkzaam voor, ik heb een eigen mediaproductiebedrijf. Mm-hmm. En ik neem opdrachten aan van verschillende omroepen. Ik maak radiodocumentaires en ik maak televisieprogramma's. Ik heb afgelopen 2 jaar veel voor RTV Rijnmond gedaan. Dat is een grote regionale omroep. In Nederland en daarvoor deed ik heel veel voor Oom, vanaf 97 voor Oom TV. Ja. Maakte ik onder andere chatney.nl en andere documentaires. Je zegt dat je een broertje hebt, ben je verder ook al, wat is je status, laat me het zo. Oh, mijn status, ja. Mijn status is, ik heb een vrouw. Mm-hmm. En ik heb ook kinderen. Oké, okay. Ja. Kinderen, hoeveel moeten we begrijpen daaruit? Ik heb 4 kinderen. Zo? Ja, ik heb 4 kinderen. Mijn oudste zoon is 9, mm-hmm. Mijn tweede zoon is 7. Dan heb ik een dochter van 4 mm-hmm. En nog een jongste zoon van 1,5. Oh, dat is pas. Ja, dat is pas. Nou, dus jij hebt lekker een groot gezinnetje. Ik heb een groot gezin. Ik hou van kinderen. Mm-hmm. Ik vond het heel erg fijn. Er kwam een moment in mijn leven dat ik heel veel vrienden had en kennissen. Maar ik trok er geen voldoening uit. Ik had niet het gevoel dat die kennissen en vrienden echt met mij verbonden waren. Mm-hmm. Snap je? Dus de verbinding die je voelt met familie bijvoorbeeld. En in Nederland had ik ook niet het gevoel dat ik zeg maar gelukkig werd van mijn vriendschappen. En op een gegeven moment voelde ik een soort behoefte aan iets van mezelf.
Dus van mezelf in de zin van iets, iemand waarin ik mezelf terug zou kunnen zien. Mm-hmm. Dus toen voelde ik de behoefte om vader te worden. Zo, oké. Okay. Dus ja. Dat, hè. Eventjes. Vaak zeggen vrouwen van, ja, de biologische klok gaat tikken. Ja, dan krijgen vrouwen behoefte aan een kind. En dan, maar dat werkt dus volgens mij ook wel eens bij mannen zo. Ik kreeg echt behoefte om iets van mezelf terug te zien in een ander mens. Mm-hmm. En toen besloten we kinderen te nemen eigenlijk. Nou, dat is een beetje over jezelf. We hebben je jaren gezien op de televisie van Suriname. Mm-hmm. En het was dus met het programma Chutney.nl van het OAM. Ja, ja. Daar heb je een hele fan-following gehad. Hoe is allemaal dat gebeurd dat je in de media bent gerold? Toen ik 21 jaar was, studeerde ik recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En op een gegeven moment rolde ik bij een lokaal radiostation binnen, Radio Mielen in Rotterdam. En vanaf het moment dat ik daar begon, sloeg het heel erg aan wat ik deed. Ik maakte een leuk programma. En voor ik het wist, werd ik eigenlijk door Oom TV of door Oom Radio benaderd of ik geen radiodocumentaires wilde maken voor ze. Omdat ze zagen dat ik enigszins talent had voor het vak. Mm. En toen ben ik dat gaan doen, eigenlijk op part-time basis. Ik bleef doorstuderen. En op een gegeven moment namen mijn werkzaamheden zo'n grote vorm aan. Dat ik een keus moest maken, of doorstuderen of mijn mediaproductiebedrijf opzetten, want ik kreeg heel veel opdrachten. En eigenlijk de kans op een carrière in de media. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk gekozen voor een mediacarrière. Omdat ik zelf ook wel inzag dat ik niet gelukkig werd van het recht studeren. En ik zag mezelf ook niet als een jurist aan het werk gaan, omdat ik een heel creatief mens bleek te zijn. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat ook mijn pad geworden. En ben ik eerst radiodocumentaires gaan maken, dat heb ik een jaar of 5 gedaan. Tot 2000. Mm-hmm. Toen ben ik naast radio maken, ben ik ook televisie gaan maken. En in 2002 ongeveer ben ik gestopt met radio. En vanaf 2000 tot en met 2011 heb ik dus chutney.nl gemaakt voor Oom TV. Waarom, wat was de reden dat je bent gestopt met radio? Ja, het werd gewoon te veel. Ik binnen het bedrijf moest ik een keuze maken. Dus had je ook je rechtenstudie gelaten? Ja. Ik heb een overstap gemaakt naar de media. Naar de mediabaan, zeg maar. Mm-hmm. Mediacarrière. Oké. Okay. En dat heeft, ja, in principe heeft het goed uitgepakt, gelukkig. Oké, dus jij hebt eigenlijk radio TV gedaan en uiteindelijk ben je ook nog acteur gaan worden. Ja, kijk. Jij hebt in verschillende films gespeeld, Nederlandse film, als ik goed heb, is het ook Taal van het Hart geweest. Taal van het Hart heb ik gespeeld. Ik heb verschillende gastrollen gespeeld in grote Nederlandse series. Mm-hmm. Een hoogtepunt was een Hollywoodfilm ook zelf. Van onze eigen Miss India Worldwide. Ja, dat was een, laten we zeggen, een Hindoestaanse film. Maar ik heb ook nog in een Hollywoodfilm gespeeld, een Amerikaanse film. Ja. Juice Bigelow, European Gigolo was dat, waarin ik een Pakistaanse man speelde. En dan heb je Rob Schneider, dat is een Hollywoodster. Ja. En hoe heet die man? Jeroen Krabbe speelde erin. En had ik een korte scène, van ik denk een halve minuut of zo. Mm-hmm. Maar die film is natuurlijk over de hele wereld is die uitgezonden. Ja. Want ja, het is gewoon een Hollywoodfilm. En ik weet nog dat mensen in de bioscoop me begonnen te bellen, omdat ze naar die film gingen. En ze zagen mij voorbij komen, want ik had helemaal geen rugbaarheid aangegeven van dat ik erin zat. Mm-hmm. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben, want echt heel veel mensen hebben die film gezien. Ik heb familie in Amerika, die had ook zoiets van, hey, what's happening, man? Yeah. Is that you? Is that maar you? Van waar nam je die stap dat je zegt van, oké, nu ga ik ook acteren? Nou ja, je neemt die stap zelf eigenlijk niet. Ik begon in die tijd dat ik tv ging maken, begon ik ook eigenlijk hier en daar kleine stand-up comedy acts te maken. Mm-hmm. Of te doen eigenlijk. En helemaal niet op een professionele basis, hoor. Ik entertainde gewoon kleine groepen mensen. Op verjaardagen nam ik de microfoon en dan ging ik wel eens hosten of MC'en en daartussendoor kwamen dan grapjes. En toen zag ik op een gegeven moment wel in dat ik ook wel rolletjes kon spelen. En toen heb ik dat in mijn televisieprogramma's gebracht in de vorm van sketches. Want in al die chutney.nl zie je ook altijd 3 of 4 sketches, wat zeg maar het thema van de uitzending ondersteunt. Pa. Ik zat te denken, hè. Ik wil op kamers. Op kamers? Ha, daar komt niets van in, meisje. Op kamers.
Pa, mag ik het vragen? Natuurlijk, meisje. Mag ik op kamers? Voor de 100ste keer, kind. Je mag niet. Het hoort niet. Pa, ik wil op kamers. Want ik wil het. Ik ben het gezeur van jou helemaal zat nu. Weet je dat? Jij wil op kamers? Ik regel een kamer voor jou. Zo, dit is de sleutel van je nieuwe kamer. Alsjeblieft, veel succes. Dag. Oh, even knuffel. Nou, veel sterkte, hè, meid. Doei. Dag. En zodoende, als je dat heel vaak doet, dan word je vanzelf benaderd door andere producenten, omdat ze dan een Hindoestaanse acteur nodig hebben. Of een Indiase acteur of een Pakistaanse acteur, weet je wel, dus in hun verhaal. En dan komen ze vanzelf bij jou terecht, want je komt op tv en ze zien dat je een beetje speelt. En dan heb je ook niet echt een professionele opleiding nodig om kleine rollen te spelen eigenlijk. Ja, ja. En oké, je hebt dus de films gedaan. Je hebt ook de film gedaan met Farijsa Djungelbaks. Ja, ja, ja. En we hebben jou niet gesproken. Dus misschien toch na al die jaren is het toch wel leuk wat je ervaring is geweest om dat te kunnen doen. Nou, ik heb Farijsa van heel dichtbij meegemaakt. We zijn allebei in Bombay geweest voor een... voordat die film werd opgenomen hebben we volgens mij wel samen 2,5 of 3 maanden hebben in... Bombay gezeten en daarna ben ik weer terug gaan naar Nederland en daarna weer teruggekomen toen die opnames echt begonnen. En toen zijn we samen naar Rajpipla geweest, dat is een plaatsje in Gujarat. Ja, prachtig, dat deed me heel erg denken aan Suriname, Saramaka en zo. Alleen stonden daar heel veel bananenplanten, maar toch die kids en dergelijke, weet je wel. Dus het leek heel erg op Suriname en dat was dus een klein stadje, Rajpipla, waar Farijs en ik dus zaten. Ja, echt in the middle of nowhere eigenlijk. En gingen we die film opnemen in een plaatselijke paleis, zeg maar, van de Maharaja van Rajpipla. Want vroeger had je in India heel veel koninkrijkjes. Mm-hmm. En dit was nog een van de laatste koningen, zeg maar, die de status niet meer heeft, maar ze worden nogal gezien als koning. Mm-hmm. En in dat paleis werd dan die film opgenomen. En ja, en daar hebben we elkaar dagelijks gesproken en gezien. En ja, als je die film terugziet, zie je al die scènes die we gespeeld hebben. De openingscène van die film is een verkrachtingsscène. Waarin ik eigenlijk dus Farijsa met een maat van mij proberen haar ietsje te looten eigenlijk, hè? Zoals we in het Hindoestaan zeggen. We proberen haar dan te verkrachten. Maar gelukkig wordt ze op tijd gered door een grote Bollywood, Bollywoodster, Mukesh Tiwari. Ja. En dat is gewoon leuk. Ik bedoel, ik had ooit een keer toen ik 15 was, dacht ik van, het zou wel leuk zijn als ik in een Hindoestaanse film kon spelen. Een Bollywood film. Ja. Ik dacht altijd van ja, want ik zag altijd Amitabh Bachchan rennen over een trein. En ik dacht van ja, dat soort dingen wil ik graag doen. Okay. En uiteindelijk heb ik in die film een liedje gedaan. Haname, heette dat liedje. Ik heb een vechtscène gedaan. Echt een grote vechtscène met choreografie en dergelijke. Hè. Ik heb de hoofdrolspeler met een kapmes heb ik hem mogen kappen in zijn rug en in het water mocht ik hem gooien. En wat hebben we nog meer? Een verkrachtingsscène heb ik gedaan. Ja, ja. Dus op zich, als ik ook al maak ik nooit meer een film. Ik heb eigenlijk alles wat ik ooit wenste, heb ik mogen doen. Dus dan moet je nog even op een trein nog rennen. Ja, ik moet alleen nog op een trein rennen. Okay. Maar misschien wil je cameraman mee dan. Over een trein. Nee, we zullen die shot dan moeten nemen dan. Want in Nederland heb je veel van die treinen en die tram en noem maar op. Ja, maar ik zou niet op een trein gaan staan in Nederland, die gaan hard. Oké, nee, dat is dus de ervaring van de film Sanya Chichor. Het was hartstikke leuk met Farijsa. Sanya Chichor was Sanya het, ja. Chichor.
bola bola de buke jebu thana me bola bola de buke jebu. Oké, en nu een paar jaartjes verder kom je terug met Trots op Rotiland. Ja. Nou ja, dus in de loop der tijd heb ik heel veel chutney.nl's gemaakt, bijna 90. En we behandelden altijd wel een moeilijk bespreekbaar item. Of het nou over homoseksualiteit ging, of alcoholmisbruik, of kindermisbruik, of incest. En alles binnen de Hindoestaanse gemeenschap, of zelfmoord onder de Hindoestaanse jongeren. En dan bouw je heel veel verhalen op eigenlijk, wat je in je rugzak houdt. Maar je kan maar een beperkt deel daarvan kan je maar uitzenden via radio of televisie. Dus dan hou je heel veel materiaal over, wat je toch... Waar je toch iets over wil zeggen. En op een gegeven moment heb ik toen gekozen om dat samen te brengen in een groot cabaretvoorstelling. In een grote cabaretvoorstelling. Waarin ik dus solo met twee muzikanten, né, dus ik als solo acteur, het verhaal eigenlijk vertel als comedian cabaretier. Ik heb één buurman. Die buurman wil altijd mij zwaaien maken, maar hij kasteloos. Dus daarom herinnert altijd in auto schuilen tot hij weg is. Die buurman zijn voornaam Mike, achternaam Boer. Ik zeg Mike Boer, luister. Oh ja, Mike Boer betekent moeder zijn poes, maar daar kan hij niks aan doen. Eet nooit roti met je linkerhand. Manieren kan je leren, ook in Nederland. Eet nooit roti met je linkerhand. Manieren kan je leren, ook in Nederland. Dat was eigenlijk de behoefte die ik had, om dus alle verhalen die ik nog niet had kunnen vertellen. Mm. En de mening die ik had over bepaalde dingen zoals het gaat in onze Hindoestaanse gemeenschap. Heb je een soort ironische manier terug willen brengen? Ja, ik ben eigenlijk een grote spiegels op het podium en ik houd die de mensen voor. Mm. En als je van een andere etnische afkomst bent, dan krijg je toch een inkijkje in de Hindoestaanse cultuur. Hoe dingen werken en hoe dingen niet werken. Je weet, we zijn een gesloten gemeenschap. Mensen weten niet altijd hoe het bij ons thuis aan toe gaat. En ik vind het wel belangrijk dat mensen met elkaar gaan communiceren. Want dan signaleer je veel sneller of er iets mis is of dat dingen goed gaan. En als dingen mis zijn, dan kan je ingrijpen. Dus als ik je goed begrijp, is het eigenlijk een soort... De moeilijk bespreekbare punten breng je terug in jouw cabaretiergroep. Ja, ja. En dat is dus dat de mensen het gewoon op een heel ontspannen manier tot zich nemen. Ja, precies. Ik ben dus eigenlijk niet een stand-up comedian. Ik breng geen vlugge, snelle grappen, waardoor mensen heel snel gaan lachen achter elkaar. Ik neem mensen echt vanaf het begin van mijn voorstelling neem ik ze mee en alles wat ik vertel heeft eigenlijk een betekenis. Het is niet alleen, het gaat niet alleen om de grap, het gaat ook om van luister je wel wat ik zeg. En als je tussen de regels doorleest of hoort, dan krijg je dus een boodschap mee. En ik hoop dat mensen dan na de voorstelling naar huis gaan en over dingen gaan praten. Oké, met Trots op Rotterdam is zeker meegegaan de hype van Morjon Sardin. Ja, ja. Van waar het idee? En hoe kom je op het idee om te zeggen, luister, ik ga nu een liedje maken en het gaat neten, Morjon Sardin. Nou, in mijn voorstelling praat ik over Morjon Sardin. Morjon Sardin, ook al is Morjon een merk. Voor heel veel Hindoestanen is morjon betekent sardine. Dus ik ga vandaag morjon eten, dat wordt heel vaak verteld. Mm-hmm. Of gezegd morjon met rijst of morjon met roti of morjon met groene Fernandes en brood, weet ik veel. Dus ik begon dat verhaal te vertellen in mijn voorstelling en ik merkte dat verhaal heel erg aansloeg. Hindoestanen hadden er allemaal een verhaal bij. Het raakte hun echt in de diepte. En wat is jouw verhaal? Ja, mijn verhaal is in principe dat ik sardine eet op het moment dat er niks in huis is. Dan pak ik gewoon een blik sardine en maak het open. En dan is het binnen een kwartier heb je gewoon lekker eten op tafel. Als je gewoon je rijst klaarzet en voordat je rijst gekookt is, heb je je morgen ook al klaar. Ja, dat is mijn verhaal. Of dat je sardine met stokbrood eet en en heel veel peper erop en een warme thee erbij, dan brand je mond, zo weet je wel. Ik bedoel, dus dat soort anekdotes gingen bij heel veel mensen leven. En van tita sardine. Ja, tita, toch? Dus dat soort dingen. En dat bracht ik terug in die vertelling. En ik merkte dat het heel populair was. Toen ben ik uiteindelijk een t-shirt gaan dragen met de Morjon blik erop. Mm-hmm. En dat sloeg ook al aan. Ik kwam het podium oplopen, mensen begonnen al te lachen voordat ik iets had gezegd. En toen dacht ik in juli 2012, toen ik naar Suriname zou komen voor de eerste keer dat ik hier zou spelen, voor de VHP was dat. Toen dacht ik van, als ik naar Suriname ga, dan moet ik de mens iets heel snel kunnen laten kennismaken met Nursing. Yeah. En wat hij doet. En toen dacht ik, nou, een liedje leent zich daarvoor. Je kan even een snelle hit maken ofzo, althans een hit. Een liedje waardoor mensen je snel leren kennen. En achteraf bleek dat een hit te worden, want toen wij Morjon hadden uitgebracht, was hij binnen een week stond hij op 11.000 hits op YouTube.
Ja, nu staat hij, ik denk dat hij al richting 70.000 gaat of zo. Want hij wordt nog steeds 100 keer per week bekeken of zo. Oké, en hoe ben je op het idee gekomen dan om te gaan schrijven? Heb je het zelf geschreven? Of, Nou, ik heb de tune bedacht. Nee, ik heb de tune niet bedacht. Ik dacht van als je More John wil zingen, ja, More John en More Thor, dat lijkt op elkaar. Dus laten we de tune van Ricky J gebruiken. More Thor. Ja, More Thor. En ik ken Ricky J nog omdat zijn lied ook de titelsong was van Senyachi Chor. Dus we kennen elkaar goed. En ik dacht, nou ja goed, het is echt wel een ode aan zijn werk in principe, weet je wel. Mm-hmm. En toen heb ik aan mijn schrijver, waar ik dus Trots Brooklyn mee heb geschreven, dat is Guus Pengel. Mm-hmm. Hem heb ik gevraagd om een tekst te schrijven en toen kwam hij al vrij snel met die tekst. Want hij vond het ook een goed idee. Ja, zo is het gegaan eigenlijk. En ik heb toen een clip opgenomen met de jongens van Graphic Media, die ook voor, hoe heet die jongens... Je hebt een band die heel populair is, man. Skinny Jeans hebben ze gezongen. Oh, Too Famous. Jongens? Too Famous, boy, ik kan er even niet op komen. Dat zijn jongens die voor hun vaak die clips draaien. Dus, nou, daar heb ik een clip mee gedraaid. Nou ja, voor ik het wist, was het een hit eigenlijk. Oké, en dus dat is dan het verhaal van Morden Zarin. En iedere keer dus dat je on stage komt, dan... ja, dan zingen we het. Zingen ja, het ook. Ja, ja, ik heb het ook in Thalia gezongen afgelopen 14 en 15 december. Mm-hmm. Nou, het was echt geweldig hoeveel mensen dat lied wel niet kennen. Het is niet alleen een lied van Hindustanen nu, ik bedoel, iedereen kent het. Iedereen kent het. Ik was vandaag nog bij Chris op de Quattaweg. Ja. Die roti shop. Ja, ja. En die Javaan achter de balie, die daar werkt. Die zei van, hé man, ja, ik ken van dat lied, man, kan je dat lied voor me schrijven? Ik zeg, schrijven? Hij zei, ja, schrijf het lied voor me op, want ik wil het zingen. Toen dacht ik, waarom wil jij dat ding zingen? Want ik zing, je bent een Hindustani en jij bent een Javaan, weet je. Ja, maar hij wil het graag zingen. Dus toen heeft hij een bonnetje uitgeprint, dus leeg. Toen heb ik op het bonnetje, heb ik die tekst geschreven. Toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk heel erg grappig en leuk. De bedoeling die je had met het nummertje is zeker wel aangeslagen en dat is bereikt. Ja, het doel was om bekendheid te creëren en dat is zeker gelukt. Ja. Oké, intussen heb je, je bent al om en bij 3 jaar bezig met Trots op Rotiland. Ja. Hoeveel voorstellingen heb je gehad? We hebben ongeveer 60 keer gespeeld in Nederland en ik denk nu officieel 2 keer in Suriname. En, Nu is het wel klaar, zeg maar. Want we gaan nu werken aan de nieuwe voorstelling, dat is Smartjes en Matties. Mm-hmm. En dat komt dan waarschijnlijk volgend jaar december in Suriname uit, in 2013. Oh, het is december, dus we moeten een jaar wachten. Ja, ik denk het wel. En wat krijgen we intussen de ene jaar nog te zien? Nou ja, ik ga vanaf januari ga ik een nieuw programma maken in Nederland, dat heet Namaste Holland. Mm-hmm. En, ook te zien in Suriname? Dat weet ik nog niet. Misschien kunnen we onderhandelen met een aantal televisiestations, misschien ook met Trishul. Mm-hmm. Want jullie hebben vroeger zaken gedaan met Oom. Mm-hmm. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar ik zou het leuk vinden, want dan blijven de mensen natuurlijk kennis nemen van wat ik allemaal doe. En als je een tipje van de sluier mag lichten van wat Namaste Holland, hè? Ja, Namaste Holland is eigenlijk een televisieprogramma waarin we alledaagse thema's toetsen aan hoe het hindoeïsme daarover denkt. Mm-hmm. Stel je voor, nu maken ze een campagne in Nederland voor orgaandonatie. En heel veel geloofsgroepen hebben daar problemen mee. Omdat ze zeggen van ja, de moslims zeggen van ja goed, we hebben onze eigen mening daarover. En vaak is dat iets cultureels. Maar zeggen de imams van nee, het is toegestaan. Maar er is heel veel onduidelijkheid. Dus zo ook in het hindoeïsme. Is het nou mogelijk? Mag het nou? Mag het nou niet? Dus wij gaan bij allerlei hindoe-deskundigen langs om te vragen van wat de meningen zijn daarover. Dat is het programma waar ik nu mee bezig ben voor januari. Mm-hmm. Dus dat soort thema's komen langs. Oké, dus je hebt, als ik nu even alles op een rijtje mag zetten, dan heb je radio, tv, cabaretier, acteur. Wat wil je nog meer doen? Ja, nou, ik zit nu... Wat ik graag zou willen doen, ja, eigenlijk dat is misschien niet zo... Ik ben nu weer in Suriname en ik zou graag iets in Suriname willen doen eigenlijk. Ik vind het heel erg dat ik binnenkort naar Nederland terug ga, ook al heb ik mijn leven daar. Maar ik ben heel erg blij als ik in Suriname meld. Dus als ik een opportunity zou krijgen om te ondernemen in Suriname, dan zou ik dat zeker niet voorbij laten gaan. Oké, dus dat is eigenlijk iets waar je zeker naar uitkijkt. Ja, en meestal als ik dingen zeg, dan begin ik er ook naartoe te werken. Zo zei ik ook 4 jaar geleden van ik wil een cabaretvoorstelling en toen kwam die er. Ik wilde in Thalia spelen en toen speelde ik in Thalia. En nu denk ik al een tijdje daarna over om iets in Suriname te doen. Ik weet nog helemaal niet wat. Het is een groot vraagteken. Maar je wilt wel wat doen. Ik wil wat. En daar begint het altijd. Het begint altijd bij dat je een wens hebt. Doen, ja. Ik wil wat doen. En dan ga je nadenken over wat. En dan ga je wegstrepen en dan blijft er één ding over. En daar pomp je al je energie in. En dan komt het uit.
Dus als ik even snel een schatting mag maken, als we zeggen van binnen nu en 5 jaar zien we een nursing zeker in Suriname. Zou dat zijn ja of nee? Jawel. Oké, okay. Nee, no nursing. We hebben dan een leuke babbel met je gehad. De tijd zit erop, jammer. Anders konden we nog meer uit je halen, zeker. Maar het was weer leuk om jou te spreken. Natuurlijk ook in het programma Hamtoom om je als gast te hebben. Mm-hmm. We wensen je verder heel veel succes. En wat we zeker zullen doen is jou blijven volgen. Om dan dat ook te kunnen belichten. Dank je wel. Oké, namens het team van Hamtoom wensen we je dan verder heel veel succes. Dank je wel. Oké, nou kijkers, dat was Narsing Balwan Singh, al die Singh 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 erachter. Maar dat is dus de man die trots is op Rotiland en hij zegt het ook, hij wil zeker over 5 jaar weer in Suriname zijn om iets blijvend te gaan doen. We hebben weer een leuke babbel gehad. Het was aflevering 18 in het programma Hamtoom met Narsing Balwan Singh, een productie van Arun Manna. Voor de camera was Sushma Bieren en we zouden gewoon zeggen bedankt voor het kijken. In elk huis in geval van nood. Je hebt het ook al sta je rood. Niet één blik, niet twee blik, maar je hebt een hele dood. Morjan, 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 Morjan. Je bent een Hindustani, ook al spreek je geen Suriname. Ja, je blijft een Hindustani. Morjan, Morjan. Morjan, Morjan, je bent een Hindustani, ook al spreek je geen Suriname, ja je blijft een Hindustani. Ieder heeft zijn eigen passie, met masala of tamati, met de roti of met nasi. Morjan is altijd de passie, heet je Prem, heet je Sham, nooit laat jij je bordje staan. Elke pui of iets een feestje, als hij blik staat in mag eten. Maya pole, khali da rupie, khali dan si jahe, khali doksa mange tu khae. Maya pole, khali da rupie, khali dan si jahe, khali doksa mange tu khae. Maya dat is niet waar, maya dat is niet waar, maya dat is niet waar. Geen daru voor mij, ook geen dansie voor mij, en geen doksa voor mij. Maar Morjan, Morjan. Morjan, Morjan, je bent een Hindustani, ook al spreek je geen Suriname, ja je blijft een Hindustani. Morjan, 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 je bent een Hindustani, ook al spreek je geen Suriname, ja je bent een Hindustani. Met masala of tamati, liever niet met pindakasi. Morjan is altijd de passie, heet je Prem, heet je Sham. Nooit dat jij je borgen staat, ook om deze fietse feestie. Als hij blik staat, die mag eten. Blikje, kom hier nou, want ik lust je rauw. Ja, kom hier gauw, want ik lust je helemaal rauw. Blikje, kom hier nou, want ik lust je rauw. Ja, kom hier nou, want ik lust je helemaal rauw. Gun me een blik, open die blik, geef me je blik. Met tita tita marja, loopt het water in mijn mondje, laat het water in mijn mondje. Morjan, ha, Morjan, Morjan, Morjan. Je bent een Hindustani, ook al spreek je geen Suriname, ja je blijft een Hindustani. Morjan, 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 je bent een Hindustani.